In een evenwichtige beginfase zijn er een paar kansen. Hans Schotter moet zich reppen op een kopbal van Gerards en Wesley Song ziet zijn bal in de herneming naast gaan. Op de tegenaanval is ook Bever gevaarlijk. Traoré heeft een vrije kopkans, maar benut die niet. Dan is het wachten tot vlak voor rust. Op een vrije trap van Ivan Leko kopt Philippe Clément de bal in de verste hoek binnen. Club leidt met 1-0, zij het na een flauwe eerste helft. Alweer een belangrijke goal voor Philippe Clément. In de openingsminuut van de tweede helft komt Beveren dicht bij de gelijkmaker. Het schot van de Munter gaat via Clément over het doel van Geert de Vlieger. Op het kwartier dan zet de Met zich goed door op rechts, maar Chavez laat de open kans op de 2-0 liggen. Het gevaar bij Club komt vooral van de stilstaande fasen. Vargas kan er in dit geval niet van profiteren. Beveren komt nog heel dicht bij de gelijkmaker. Maar Olcun mist de koelbloedigheid om te scoren. Club wint met 1-0 van Beveren na een matige partij.